Limburgse confrontatie in het rechterrijtje van de keukenkampioendivisie. Want daar staan MVV en VVV. MVV is de nummer 16. Met 23 punten uit 24 wedstrijden. VVV 29 uit 24. En het begint al heel snel met een serieuze mogelijkheid voor Schrooien. Ex-MVV natuurlijk, Joeri Schrooien. Maar nu in het geel-zwart van VVV. Waar El Azrak op dreef was tegen Dordrecht. En dat is hier tegen MVV opnieuw. Hij opent de score. Krijgt er ook alle gelegenheid toe. Om daar helemaal vrij uit te halen. Zoals dat tegen Dordrecht dus ook doeltreffend gebeurde. En nu andermaal tegen MVV. VVV begint uitstekend aan deze wedstrijd in de Geuzelt. Dat kunnen we niet zeggen van MVV, toch de thuisspelende ploeg. Met weer publiek op de tribune. En wat een vrijheid geniet Ryan El Azrak daar als aanvallende middenvelder van VVV. Hier is El Azrak, dit keer met de voorzet. Problemen om die bal te klemmen. Geen overtreding. Oordeelt de scheidsrechter Blank. En luister dan eens naar het fluitconcert van de mensen die de moeite hebben genomen. Nu het weer mag. Om naar de Geuzelt af te reizen. Maar die zien dat MVV compleet overlopen wordt in het eerste kwartier. El Azrak staat daar te gebaren, staat daar te wijzen. Willen wel hebben. En die El Azrak kan dan zijn tweede maken. Nog geen kwartier onderweg. 0-2, waar 0-4 ook zomaar al had gekund in de Geuzelt. Nou, heel snel klinkt dan het gefluit in Maastricht. Want dit is niet wat ze willen zien natuurlijk. ...48 is inmiddels, Klaas Wels. Dan ziet dat de FNV in een beroerde serie terecht is gekomen. Opnieuw VVV. Dan voor het elftal van Luukai. Verloopt het eigenlijk allemaal heel soepeltjes. El Azrak als versterking. Venema als versterking. Daar kwamen er nog twee van AZ bij. Dirks en Zetlacek. En die begonnen ook allebei in de basis bij VVV. Dat weer wat kleur op de wangen heeft. En die kleur wordt alleen maar versterkt door Ryan El Azrak. Want hier is het 0-3. En dan zijn we nog geen 40 minuten onderweg. MVV staat erbij en kijkt ernaar. Ook daar kwamen wel wat nieuwe mensen. Maar die begonnen allemaal op de bank. En die zullen toch ook wel met enige wanhoop naar deze eerste 40 minuten hebben gekeken. Want bij MVV klopt er werkelijk helemaal niets van. VVV combineert vrolijk verder aan de hand van El Azrak. Een paar minuten na de 0-3 wordt het hier 0-4 als Venema ook zijn doelpunt kan meepikken. Maar zo makkelijk gaat het aan de hand dus van Ryan El Azrak. Een makkie voor Venema. Kijk naar de grijns op het gezicht van Luukai. Die het misschien ook niet had verwacht. Want vol bravoure kondigde Klaas Wels voorafgaand aan de wedstrijd nog aan dat zijn ploeg toch echt de favoriet was. Maar hadden ze niet gerekend op deze El Azrak. Die biedt Venema de volgende kans. Maar dat duurt allemaal wel erg lang bij Venema. En dan is de kans eigenlijk al weg. En dat is hij nu helemaal. Volle mogelijkheid op 0-5. Maar de handelingssnelheid van Venema laat hier toch te wensen over. Doet MVV ook nog mee? Ja, ze staan wel op het veld. Maar ze kijken vooral toe hoe El Azrak regisseert en dicteert. En hier dichtbij zijn vierde treffer is van de avond. Wels wisselt volop in de tweede helft. Maar ook vijf nieuwe mensen kunnen het verschil niet maken. Dit is wel de eerste serieuze kans voor Mart Reemans. MVV dat het hele seizoen al moeizaam tot doelpunten komt. El Azrak dan met een volgend mooi moment. Maar dat was toch net aan doorzien door Romain Matthijs. En zo blijft het 0-4, maar is het eigenlijk wacht op een vijfde venloze treffer. Die is hier bijna buitenkant paal geraakt door Dekker. Die nog wel trefzeker was in de eerdere confrontatie tussen deze twee ploegen toen VVV won. Van MVV met de 2-0. En dit is het hoogtepunt van de avond. Wat een spectaculaire goal van Sven Braken. Geboren in Maastricht, verleden bij MVV. Dus houdt hij bescheiden. Maar die bescheidenheid die kan eigenlijk wel overboord. Want wat is dit een fantastische goal van Braken. Dit is dan slechts de 0-5. Wat een hoogtepunt voor hem. Misschien wel de mooiste treffer uit zijn carrière. En die moet hij dan ingetogen vieren. Publiekswissel. Dat lijkt me terecht. Voor Ryan El Azrak. En zij zien dat het deze avond allemaal helemaal niks was. 0-5 in de wedstrijdbal voor El Azrak.